Economische groei is belangrijk, maar niet zaligmakend. Dat weten we al lang. Boven een bepaald welvaartsniveau leidt meer economische groei niet automatisch tot meer geluk. En economische groei kan ook negatieve effecten hebben. Bijvoorbeeld op natuur en milieu. Is het dan nog verstandig om te koersen op het bruto binnenlands product als dé maat die aangeeft hoe het met ons gaat? Nee, zeggen steeds meer economen. We moeten breder kijken dan economische groei alleen. Brede welvaart is een betere index. Voor die brede welvaart wordt niet zozeer gekeken naar de percentages van productie en consumptie, maar ook naar zaken die ons welzijn en welbevinden bepalen. Zoals onder meer sociale contacten, gezondheid, baanzekerheid, de werk-privébalans, huisvesting en milieu. Brede welvaart gaat om wat mensen van waarde vinden. Kortom, de kwaliteit van leven. Die wordt sterk bepaald door de directe leefomgeving. En die verschilt nogal per regio. De ene regio heeft rust en ruimte in de aanbieding, maar minder banen, terwijl de andere regio veel economische activiteit kent. Maar ook minder milieukwaliteit, veiligheid en woontevredenheid. Het verbeteren van de brede welvaart in regio's vraagt dus om maatwerk. In de academische werkplaats Brede Welvaart in de Regio van het PON en TELOS en Tilburg University wordt onderzocht hoe regio's kunnen koersen op brede welvaart. Steeds meer regio's willen er werk van maken. Maar hoe breng je de brede welvaart van je regio in beeld? Wat is daarvoor nodig? Hoe stel je samen met burgers en bedrijven een brede welvaartsagenda op? Aan welke beleidsmatige knoppen kun je draaien om de brede welvaart te verbeteren? En hoe kom je tot afwegingen en maak je keuzes? Het beantwoorden van deze vragen doen we in een stimulerende en open leeromgeving, waarin wetenschappers samenwerken met professionals uit de praktijk. Zo zetten we de stap van ambitie naar actie.